Poppy's Pannenkoekenboot heeft een prijs gewonnen bij de landelijke verkiezing van leukste restaurant. In de gemeente Almelo hebben zij de eerste prijs gekregen met 187 stemmen, waarvoor zij een award hebben gekregen. Ja, we hebben dit jaar weer meegedaan aan het leukste restaurant van Nederland. In onze gemeente hebben we meegedaan in de eerste instantie. En we hebben een oproep gedaan via Facebook aan onze volgers om op ons te stemmen. We hebben begrepen dat er meerdere restaurants mee hebben gedaan. Hoeveel waren dat er? In totaal in Almelo hebben we 14 restaurants meegedaan. En jullie kwamen met kop en staart er bovenuit? Ja. Als we de lijst mochten geloven, dan zeker. Met hoeveel stemmen hebben jullie gewonnen? Ik geloof dat dat nummer 2 die had iets van 38 stemmen en wij 187. Dat is een mooi resultaat. En wat was de prijs? Een award. Een award van 2018. We pakken hem er even bij. Deze die mogen wij dit jaar op onze deur hangen. Ik heb begrepen dat jullie ook gemiddeld zijn geworden met de verkiezing van de landelijke restaurant. Ja, daar had ik ook iets over gelezen. Ik weet niet precies hoe hoog we zijn gekomen. Maar ons gemiddelde was 9,29 als cijfer. Dus ja, volgens mij is dat een prima gemiddelde. Nou, het is echt een felicitatie waard. En er is nog een speciale dag vandaag. Ja, het is vandaag Nationale Pannenkoekendag. Dus ja... We vinden het leuk dat er een nationale dag is voor pannenkoeken. Zeker leuk. Dus ja, we hebben vanavond het restaurant open. En er komen ontzettend veel gasten. Dus we hebben zin om pannenkoeken te bakken en uit te serveren.